Ook in deze laatste week van de zomervakantie vond in Rhenen weer het kinderbouwdorp plaats. Kinderen gingen vol enthousiasme aan de slag met het bouwen van hutten. En het getik van hamers was al van verre te horen. Er werd duidelijk hard gewerkt, ondanks dat het bouwdorp dit jaar op een andere locatie moest worden gehouden. Dit was noodzakelijk vanwege de combinatie van de zware regenval en de Rijnweek, waardoor het oorspronkelijke veld zwaar beschadigd is geraakt. Nina vertelt aan Ixon hoe dit is verlopen. We staan op een ander veld. Kun je uitleggen hoe dat is gegaan? Nou, dat komt omdat de Rijnweek dit jaar weer gestart is. Het was een regenachtig veld dit jaar, waardoor het veld gewoon kapot is gegaan. En ze hebben dat als het goed is opnieuw ingezaaid. En daarom hebben we nu een ander veld, zodat de kinderen toch lekker op gras kunnen bouwen en het veld even kan herstellen. Ja, want we staan nu op een ander veld. Is het wel een fijn veld voor jullie? Nou, wij vinden het in ieder geval een heel fijn veld, omdat het iets overzichtelijker is. Het is wat langer en wat smaller, waardoor we eigenlijk meer overzicht hebben en het hele terrein goed kunnen zien. Ja, dus het is eigenlijk een beetje geluk bij een ongeluk, hoor ik uit je verhaal. Ja, zeker. Eigenlijk wel. Nou, het is wel kijken of we het nog een keer zouden gaan doen, dat we het nog een keer hier krijgen. Hier was het origineel ook, vorig jaar. Het is ooit hier ook op dit veld begonnen. Maar ja, dat... Even kijken of we dat nog gaan doen. Dat zien we dan wel weer. Ja, dat zien jullie wel weer. Nou ben ik afgelopen week en we zijn met Ixon op veel kinderdorpen, bouwdorpen geweest. En bij jullie is het echt alleen een bouwdorp. Ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om alleen het bouwgedeelte erin te houden? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat die kinderen gewoon lekker kunnen bouwen. Dat ze de ruimte hebben om te bouwen. En dat willen we graag gewoon bieden. Het is niet zo heel groot. En we doen natuurlijk wel af en toe wat met het thema. Maar als de kinderen lekker kunnen bouwen, dan zijn ze eigenlijk wel gelukkig. En ja, dat is ook prima. Wat is het thema? Hulpdiensten dit jaar. Ja. Kun je uitleggen hoe jullie dat vormgeven? We hebben dit jaar gekozen voor dit thema omdat het 100-jarige bestaan van de brandweer is hier in Rhenen. Dus daarom hebben we een beetje daaromheen gekeken van is dat misschien leuk om te doen. En meestal komt de rest ook wel nog met thema's, maar dan kiezen we een beetje van oké, wat is handig om te doen en wat is leuk en waar kunnen we ook wat mee. Dus daarom hebben we gekozen voor hulpdiensten dit jaar. Hoe gaan jullie dat thema integreren? Ik zie verder niks. Nee, ja, dat is altijd een beetje een ding. Hoe geef je echt goed vorm aan het thema op het veld? Daar proberen we wel ieder jaar mee bezig te zijn, maar dat is altijd wel wat ingewikkelder. Maar we doen het meestal gewoon met activiteiten door bijvoorbeeld de dierenambulance en de politie te laten komen en de brandweer dan dus ook. En die maken er dan gewoon een feestje van voor de kinderen. Ja, we kunnen dan een voorbeeld geven. Wat doen ze dan? Nou, bijvoorbeeld met de brandweer doen ze schuimparty volgens mij. Dus dan gaan ze gewoon met die brandweerslangen en er komt allemaal schuim uit. En dan kunnen die kinderen gewoon daar helemaal feest in vieren en losgaan.